Hoe kom ik erachter wat ik echt wil met mijn leven? Ik krijg regelmatig deze vraag. Ik coach ook mensen om die zoektocht te beginnen en ook om te ontdekken van, ja, wat is nou eigenlijk, hoe ontdek je dat nou eigenlijk, wat je echt wilt? En ik vind het best wel pijnlijk om te zien dat we in het huidige onderwijs, anno 2018 zelfs, dat we nog zo gefocust zijn. Onze mindset van de meeste mensen is nog steeds gericht op, weet je, je volgt maar gewoon een opleiding. Je haalt je diploma en je gaat aan het werk. En dan heb je zekerheid, je kunt een huisje kopen ergens en klaar ermee. En dat is heel zwart-wit, dat weet ik, maar het gaat nog wel vaak zo. En dat vind ik heel pijnlijk, omdat we op die manier niet iemand de kans geven om echt te kijken, maar wat wil ik nou eigenlijk? Op het onderwijs krijgen we natuurlijk nog heel weinig. Hè? De vraag van, ja, wat wil ik eigenlijk? We krijgen geen les in persoonlijke ontwikkeling, in vragen van, waar wil ik naartoe? Waar wil ik staan over 5 jaar? Wat vind ik leuk om te doen? Waar liggen mijn talenten? Er wordt nog te weinig op ingespeeld. En dan krijg je ook heel vaak de vraag, hoe kom ik erachter wat ik echt wil met mijn leven? Ik heb 2 dingen. 2 tips eigenlijk, 2 geheimen voor je, die ik met je wil delen. Zodat je alvast een eerste stap kunt zetten in de richting van deze vraag. En de eerste is, verdiep je in jezelf. Zelfkennis, zelfinzicht. Vergroot dat bij jezelf. Nou, hoe kun je dat nou doen? Je kunt jezelf in zich vergroten door goede vragen aan jezelf te stellen. En dit is echt heel belangrijk, omdat goede vragen zetten jezelf aan het denken. Op de manier waarop je bepaalde dingen doet. Je kunt ook bepaalde boeken gaan lezen die jou kunnen helpen. Toevallig heb ik hierachter, de 7 eigenschappen van effectief leiderschap was mijn eerste boek in mijn zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling en naar wat ik graag wilde doen. En met behulp van dit boek ging ik uiteindelijk veel meer boeken lezen. Het werd ook echt mijn passie, persoonlijke ontwikkeling. Daarom praat ik er nu ook met jou over op deze video. En zo heb ik heel veel van dit soort video's erover gemaakt. Maar dat opende mijn ogen, dit boek in dit geval. Maar ik ging heel veel boeken lezen en ik ging allemaal oefeningen uit het boek ook echt maken. Ik ging het op papier schrijven. Ik ging nadenken, ja, wat wil ik eigenlijk over 5 jaar? Wat wil ik eigenlijk over 10 jaar? Ik ging het gewoon opschrijven van wat vind ik dan echt leuk om te doen. En zonder te denken in beperkingen. En dat helpt heel erg. Dus je kunt boeken gaan lezen. Je kunt op Google tegenwoordig overal wel iets over vinden van wat voor boeken passen goed bij het ontwikkelen van zelfinzicht. Dit is dus een goed boek, de 7 eigenschappen van effectief leiderschap vind ik persoonlijk een heel mooi boek. Maar ook als je al wat jonger bent, is bijvoorbeeld How to Live Wow van Sietse Bakker ook een heel mooi boek. Maar zo zijn er meer boeken. Je kunt ze ook al vinden op mijn boekenlijst via mijn site www.liewerseidel.nl/aanbevolen-boeken. En daar vind je echt talloze boeken over persoonlijke ontwikkeling. En er staan ook boeken tussen over, ja, weten wat je echt wilt. Dus daar kun je ook tussen kijken als je echt daar meer de diepte in wilt gaan. Dan kun je daarmee aan de slag. En stel jezelf dus ook goede vragen. Noteer het voor jezelf. Zet het op papier. Vraag ook andere mensen. Maar laat je niet beïnvloeden te veel door deze mensen. Maar stel jezelf goede vragen. Wat is eigenlijk mijn talent? Wat vind ik eigenlijk echt leuk om te doen? Wat zijn mijn doelen op dit moment? Wat zou je heel graag willen doen? Ja, ook dat soort vragen zijn ook belangrijk. En eigenlijk heb ik zelf 3 droomvragen. Die ik aan mensen vaak stel voordat je begint. En denk dan nog niet in beperkingen, dat komt pas daarna. Maar stel jezelf de vraag 1. Hoe ziet jouw ideale leven eruit? Even los van opleidingen, diploma's. Hoe ziet jouw ideale leven eruit? 2. Wat zou je doen als je wist dat je niet kon falen? Wat zou je dan echt het allerliefste willen doen? En 3. Wat zou je doen als geld geen enkele rol zou spelen? Wat zou je doen als geld geen enkele rol zou spelen? En nu zie je ook al de kracht van vragen. Je gaat nadenken over, ja, wat zou ik dan eigenlijk willen doen? En je gaat niet meer denken in beperkingen. En het volgen van per se die opleiding voor dat diploma en voor die baan. Maar dat er veel meer mogelijk is. En daarna kun je patronen herkennen. Kun je gaan kijken naar die 3 vragen als je alles hebt opgeschreven. Wat komt hier nou eigenlijk constant terug. En zo vergroot je jezelf in zicht. Zo krijg je de eerste stappen om hiermee aan de slag te gaan. Het tweede, wat een belangrijke is en wat ik heel graag met je wil delen. Het tweede soort van, ja, geheim zou je ook kunnen zeggen, is doe wat je leuk vindt. En dit is cliché, ik weet het. Maar kijk gewoon naar dingen die jij leuk vindt om te doen. En ja, zorg ervoor dat je daar uiteindelijk je baan van kunt maken. Mijn baan bestond op het moment dat ik ermee begon, bestond die niet.
Ik wilde uiteindelijk na een lange reis door Zuidoost-Azië wilde ik mijn eigen bedrijf oprichten. In online, dat wilde ik allemaal online doen. Dus ik wil online coaching doen. Nou, dat was het al vrij weinig toen ik ermee begon. Maar helemaal op het gebied van mindset en mensen erin trainen. Mensen op persoonlijke ontwikkeling op dat gebied trainen. En dat was er niet echt. En ik ben het dus zelf meer gaan ontdekken van oké, hoe kan ik hier uiteindelijk ook mijn werk van maken. Dit was wat ik echt heel leuk vond om te doen. En nu heb ik uiteindelijk mijn werk van gemaakt na zoveel jaren van hard werken. Dat uiteindelijk wel. En nog steeds werk ik er heel hard voor. Maar wat vind jij echt leuk om te doen? Want je kunt overal uiteindelijk ook geld mee verdienen. Ik ken zelfs mensen die geld verdienen met bijvoorbeeld breien. En daar verdienen ze echt veel geld mee. En zo zijn er veel meer ondernemers op elk vlak. Er is overal iets mee te verdienen. Dus kijk heel goed. Doe wat je leuk vindt. En ja, maak er dan een verdienmodel bij als je je zorgen maakt om die zekerheid of het geld verdienen bijvoorbeeld. Dit waren mijn twee geheimen voor nu. Verdiep je dus in jezelf. Ga echt aan de slag met jezelf. Plan bijvoorbeeld een half uurtje per dag dat je even een stuk uit het boek gaat lezen. Een stuk jezelf vragen gaat stellen over deze thema's. De vragen die ik misschien heb gesteld in deze video. Of andere vragen die jou gaan helpen. En ten tweede dus ook om te gaan kijken van ja, wat is nou echt wat ik heel leuk vind om te doen. En je daar wat meer in te gaan verdiepen en te kijken van oké, maar wat is dan het pad dat ik kan volgen. En vervolgens gewoon ergens mee beginnen. Gewoon ergens mee beginnen. Als je denkt, dit vind ik leuk, begin ermee. En je zult er vanzelf achter komen of je daarmee doorgaat of niet. Wacht niet te lang, begin gewoon iets met wat je op dit moment leuk vindt. En dan kom je er vanzelf achter of je het wel of niet leuk vindt. En als je het niet leuk vindt, dan weet je dat. Hoef je er niet meer over na te denken, hoef je er niet meer over te twijfelen. En kun je iets anders gaan doen wat je ook leuk vindt. En kijken of dat een beter effect krijgt. Er zijn geen verkeerde keuzes die je kunt maken. Maak gewoon een keuze en probeer het voor jezelf uit. Ik hoop dat je eens komt met deze oefeningen. Heb je verder een vraag aan mij, dan kun je die natuurlijk altijd even mailen naar info@liewezeidel.nl. Vond je dit een leuke video? Wil je meer gratis tips en inspiratie hebben? Abonneer je dan ook eventjes op mijn YouTube kanaal. En voor de rest wens ik je eigenlijk gewoon heel veel succes met deze oefeningen en met jouw zoektocht om erachter te komen wat jij precies wilt. Ik zeg ciao en heel veel succes!